Ik moet ook zeggen, de mensen die ik, die ik zag op tv, die haar dus uh, in haar partij zitten... Ja, bevestigd. dat lijkt een solide type. Ja, geen gekkies. Ja, nou oh, ja. Kijk dan waar ze... Ik denk dat vooral in de VVD de ongerustheid... Kijk, het CDA, dat is daarmee mij niet eens zinkend schip. Ja, sorry, maar dat, dat gaat niet meer lukken. En daar liggen haar kansen, denk ik. Voor, voor, voor vastigheid liggen daar. Bij het CDA? ja. Of, of althans van het leegzuigen van het CDA. Maar ik denk dat ze bij de VVD dan nog wel eens even naar die cijfers kijken, waar blijkt dat massas VVD'ers, of althans mensen die vier jaar geleden VVD hebben gestemd, dat die op haar gestemd hebben. Ja. Dus zij is ook een, een bedreiging voor de VVD. Zeker een VVD die, die loskomt van haar schijnbaar charismatische leider, haar schijnbaar onkwetsbaar en charismatische leider die er zo'n puinzooi van gemaakt heeft. Nou ja, nogmaals, ik, ik, hij is hier de leider van kabinetten die breed gesteund werden. Eh, natuurlijk is dit ook allemaal... De, de, wat er fout is gegaan is een, de schuld van het hele politieke systeem. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Je ziet, de democratie heeft gewerkt. Ontevredenheid vertaalt zich in een forse politieke verandering. Eh, ter zijde dat wel. Kijk naar het staartje. Le lees je? Jij lees geen papier en krant meer natuurlijk. Nee, ik heb hè? de volkskrant heb ik eventjes gelezen oh. vanochtend. Oké. Okay. Maar digitaal ook. Oké. Okay. Ja, dat is een leuk stukje in de NRC. Kijk maar even. Je mag er ook al gratis drie stukken lezen of zoiets dergelijks. Hè, is, eh, ik denk gewoon wat interessant. Ik had ook niet gedacht dat het, dat de, eh, het, het bbb elektraat zo eenzijdig zou zijn samengesteld. Mm. Ja, dus van eh, ouderen en laag opgeleide. Maar dit is gewoon de protest. Echt totaal ook... geen jongeren. 0,0. Nee. Nee, maar... Nou, niet 0,0, maar er is geen enkele partij die zo weinig jongeren in het electoraat had aangesproken als de BBBB. Ja. Maar je ziet hier de ontevredenheid natuurlijk over het kabinet, wat overal geroepen wordt. Ja, op hoort. terecht. Nogmaals, en hoe vaak hebben we het er niet over allemaal... ja. gehad? Jij... Je hebt gezegd, je moet strategisch stemmen. Die mensen die dus ontevreden waren, die hebben wel slim gestemd door allemaal op de BBB te stemmen. Want dit is in ieder geval een ja, duidelijk signaal. Maar... Denk niet dat, dat vanuit dit perspectief die grote problemen kunnen worden opgelost. Zolang niet ook de, laten we zeggen, de dominante partijen in Nederland... en wat je verder van de BBB-beweging mogen denken... maar dominant is die beweging niet en zal die ook niet worden. Daarvoor is die ook te eenzijdig samengesteld... en denk ik dat een deel van het electoraat geen blijvertjes zijn. Al zou misschien een deel dat wel kunnen zijn. Dat is, dat is vers 2. Maar eh, zolang die jongeren dus geen enkele interesse tonen. Eh, zolang. Nou ja, de, de tijdsbestendigheid van dit gezelschap lijkt mij beperkt. Althans, als ik, als ik daar de, de electorale leiding zou hebben bij de BBB-beweging, zou ik daar, mij daar wel zorgen over maken. Ja. Ja. En dus nog even samenvattend, waarom je dat dus vindt, heeft dat dus mee te maken dat ze het probleem niet kunnen oplossen? Nee, sterker nog, dat. Nou ja, dat was wou ik gaan zeggen eigenlijk. Zolang niet de dominante beleidsbepalende partijen, in casu in het bijzonder de VVD, die, 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 die natuurlijk langzamerhand ook een beetje een leeggelopen ballon begint te worden. He, ideeën zijn daar ook niet meer. Ze surfen een beetje met, met, met Rutte door de problemen heen. Maar in feite dragen ze niets meer bij aan de verandering van Nederland, aan de verbetering van Nederland, laat ik het even zo zeggen. En dat geldt deels ook voor de andere partijen in het kabinet. Hmm. Maar laten we eerlijk zijn, het kabinet heeft geen diepe indruk gemaakt, toch? Nee. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen van, ja Maarten, ben je niet te kritisch en te hard voor een BBB-beweging? Moet je ze niet eerst een kans geven en ze dan pas... Uh... Nee, ik geef ze alle kansen, ik, bedoel, ik ben zo democratisch als de pers, dus laat maar eens even kijken. Het gaat er meer om of mijn voorspellingen uitkomen, ja of nee. Ja, maar we hebben nu gezien Forum is na vier jaar, ja die bestaan bijna niet meer. Nee, Rita Verdonk heeft het aangelegd met een kleine crimineel in Den Haag. Eh, wat hebben we nog? Geertse heeft. Eh, ja, de locomotief die kan nog wel fluittonen produceren. Maar eh, de locomotief staat op een zijspoor. De wissels zijn overgroeid, dus die komt niet meer op het hoofdspoor. En nou ja, hoe het met de Fortuin is afgelopen, dat weten we allemaal. Ja, maar wat is dan je verwachting over vier jaar met de BBB? Zijn die dan ook weer zo klein? Nou, zo klein dat. Daar komen we weer terug op het punt van staying power. En het zou kunnen dat ze, dat ze in feite de rol van het CDA overnemen. Dat kan. Dat kan. Maar of ze bij parlementaire verkiezingen... een zodanig spectaculaire overwinning zullen behalen... Eh, over, wat is het, ruim twee jaar... nadat we alle ruzie hebben gehoord over... de coalities die gevormd moeten worden... en wat er dan tenslotte uitrolt... precies die dingen die ik je voorspeld heb die er wel uit kunnen rollen in principe. Dat moeten we maar even afwachten. Ja. Maar jij zegt, ze zijn geen dominante factor, maar ze mogen in elke provincie mogen ze nu als eerste aan zet zijn voor, voor het bestuur. Ja, ja, dat kan. Maar dan kun je er ook slagen en dan ben je wel dominant. Ja, maar goed, zou zeggen, kijk naar voren. Dan kun je zeggen, er waren nog grotere, of dat waren echte gekken. Dat is wel waar, maar goed. Het, uh... ja, maar zij willen echt meegaan doen, de BBB. Hè? Forum op een gegeven moment heeft ook gezegd op sommige Ja, die hebben ook condities gesteld. En ik vond er allemaal, uh, nogal. Ik kan me dat begrijpen op zo'n verkiezingsavond. Dat je denkt: God, ik heb de hele wereld in mijn zak. Zo werkt dat natuurlijk. En dan zie je natuurlijk dat je weliswaar een geweldige uitslag hebt gedraaid. Maar dat 80% van Nederland niet, niet op jou gestemd heeft. En natuurlijk alle belang heeft om zeker ook in al die diverse, eh, hoe heet het, gedeputeerde staten die gevormd moeten worden. Eh, om, om ervoor te zorgen dat je invloed niet al te groot wordt. Goed, er zijn nog wat vragen over dit onderwerp. Maar ik stel voor dat we die meenemen naar de volgende aflevering.